Omdat ik wel merkte dat ik niet iemand ben die constant hetzelfde kunstje moet doen. En daar is eigenlijk wel mijn hele interesse voor het marketingstukje ontstaan. Vaak zit je misschien een half jaar, misschien max een jaar of drie maanden ergens en ben je weer weg. Hoe kan ik hier nou een verdienmodel van maken in plaats van dat ik daar kosten aan ga hebben? Het platform stimuleert het ook om bijvoorbeeld mensen aan het platform toe te voegen. Ik heb al wel heel veel gebruik gemaakt van mensen binnen het netwerk. Het financiële aspect is natuurlijk ook wel een interessant aspect wat erbij komt kijken. Warm houden van mijn netwerk, mega belangrijk. In de serie De Zelfstandig Ondernemer maak ik portretten van freelancers en ZZP'ers uit de wereld van marketing en sales. Hoe word je nou freelancer? Waarom kies je nou voor een bestaan als ZZP'er? Hoe vul je het ondernemerschap in? En hoe ontwikkel je jezelf en blijf je jezelf ontwikkelen binnen je vakgebied? En deze serie die maak ik niet alleen, die maak ik samen met Sales Marketing Groep. Een netwerk van ervaren freelancers op het gebied van marketing en sales. En bij mij in de bank vandaag Reinoud Jager. Reinoud, van harte welkom. Dankjewel. Laten we bij het begin beginnen, want ik heb je natuurlijk uitvoerig gescreend en ik zag dat jij je basisonderwijs hebt genoten in Spanje. Klopt. How come? Ja, het was nog in mijn jongere jaren, dus het was achter mijn ouders aanlopen. Want die gingen voor werk naar Spanje of wat? Ja, mijn vader die werkt voor een groot ingenieursbureau in Nederland, die ook wereldwijd actief is. Ja. En zodoende hebben wij in mijn jeugd toch best wel wat landen afgedaan. Oh ja. Waar ben je wel in Nederland geboren of niet? Ik ben wel in Nederland geboren, ja. Oké, okay. En waar heb je allemaal gezeten dan in je jonge jaren? We zijn begonnen in Indonesië, in Jakarta heb ik gewoond. Toen was ik echt een jongetje van 2 jaar oud. Ja. En van Indonesië eigenlijk direct doorgegaan naar Cameroen. Uh-huh. Om vervolgens wel weer terug te keren naar Nederland. Ja. Nederland is wel altijd onze thuisbasis geweest. Ik was denk ik 9 toen ik naar Spanje verhuisde. En daar ben ik tot mijn 15e heb ik daar gewoond. Dus ik heb eigenlijk wel een heel groot deel van mijn jeugd, wat ik me nog kan herinneren, heb ik wel op Spaanse bodem meegemaakt. Ja. En je spreekt vloeiend Spaans ook? Ja, ik moet er weer even een dagje rondlopen en dan lukt het me wel weer. Ja? We waren toevallig net een weekendje in Barcelona. Ja. Ja, en dan is het toch wel weer lekker om weer die taal te mogen spreken. Vind ik zo stoer, mensen die zijn taal spreken. Ja, maar ja, je bent er als kind mee opgegroeid. En ik ben er als kind mee opgegroeid. Wat waren je ambities, zeg maar? Want zometeen wat je nu allemaal doet, maar op een gegeven moment ga je middelbare school en dan ga je studeren. Wat waren je gedachten toen? Nou, ik ben altijd heel groot sportfanaat geweest. Ik heb altijd gehockeyd. Aha. Dus als actief sport vooral hockey, ja. Maar als passief sport vooral voetbal. En daar, dat is eigenlijk vanaf jongs af aan, dat is ook wel echt wel ontstaan in mijn tijd dat ik in Spanje woonde. Ja. Ja, en daar lag mijn droom om echt iets in die sport te gaan doen. Had je talent ook? Nou, ik kon wel een aardig balletje slaan. Ja. Dus ik heb altijd op een redelijk hoog niveau gehockeyd. Ja. En voetbal, dat zeg ik aan alle eerlijkheid, heb ik absoluut geen talent. Vooral kijken, ja. En de kennis zit daar, maar... Nee, praktiserend kan je me beter hockeystick geven. Hoe ben je toen uiteindelijk toch richting marketing en sales geschoven? Nou, ik heb een opleiding gedaan in de richting van event management. Ik wou heel graag de evenementenbranche in. Hmm. Vooral ook omdat ik het heel leuk vond om zaken te kunnen organiseren. Maar tijdens mijn afstuderen kwam ik al heel snel achter dat de markt op dat moment niet dusdanig aantrekkelijk was. Hmm. Ja, om daar een goede baan in te vinden. Ik werkte al heel lang in de horeca. Gedurende mijn studententijd heb ik eigenlijk alleen maar in de horeca gewerkt. En ook nog daarna. Mm-hmm. Ik heb voornamelijk in Utrecht en in Amsterdam gezeten. Ja, en dat vond ik zo leuk. Dus ik ben ook wat langer blijven plakken in de horecawereld. Daar ben ik bedrijfsleider geweest van een zaak op de Prinsengracht. Totdat je mogelijk wel in het stadium komt van wat ga je dan doen? Ja. Ga je verder in de horeca? Ja. Wat natuurlijk best wel impact heeft op je leven. Ja. Ik had inmiddels ook mijn huidige vriendin ontmoet. Ja, dan ga je het er wel over hebben met z'n tweeën. En ja, dan ga je toch wel concluderen dat de levens gaan dan zo ver uit elkaar liggen. Ja, zeker als je partner niet in de horeca werkt. Nee, ja. Nee, dit is een hele andere tak van sport, zit zij. Ja. Ja, en toen heb ik toch wel het besluit genomen om niet door te gaan in die horecawereld. Mm. Maar dan komt de vraag, wat ga je dan doen? Ja, precies. En ik had mijn afstudeerscriptie bij L'Oréal geschreven. Op de kappersdivisie. Op de marketingafdeling. Ja, en daar is eigenlijk wel mijn hele interesse voor het marketingstukje ontstaan. Ik zou het nooit vergeten, ik heb daar ooit een keer met een... Hij was toen destijds directeur van die afdeling. Uh-huh.
En hij zei, weet je Reinhard, als jij goed het marketingvak wil praktiseren, dan moet je ook weten hoe het is om aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. Het is echt het salesvak, face-to-face kunnen verkopen van een product. Nou, dat is voor mij compleet out of mijn comfortzone. Maar ik heb hem dat wel te harte genomen en ik ben dat gaan doen. En ben bij een Zweeds mediahuis terechtgekomen. Keiharde sales. Ja? Canvassen. Ja, echt cold calling. Ja? Marketing managers opbellen om een platform advertentie in een krant te verkopen. dat ging me eigenlijk best wel goed af. Ja. Ik had het best wel relatief lang mogen doen daar. Puur ook omdat ik bijna eigenlijk meer de gunfactor kreeg. Dus ik was niet een keiharde sales tijger. Nee. Maar ik was wel iemand die de gunfactor kreeg vanuit het zakelijke wereldje. Ah. Waarom dan? Omdat je gewoon een aardige vent was? Omdat ik heel erg bezig was met het voor te zorgen dat mijn netwerk groot werd. Dus ik was meer aan het bruggen bouwen en werken aan een relatie. Dus het duurde ook altijd wel eventjes voordat zo'n deal viel. Omdat wederzijds vertrouwen van groot belang was. Mm-hmm. Ik had ook collega's om me heen die heel goed waren in het doorheen pushen. Ja. Die deal binnenhalen, maar dat was ook de enige keer dat ze een samenwerking hadden. Ja. Dus die waren echt op de transactie gericht en jij hebt de relatie. Ja, ja. En wanneer kwam het freelancen in beeld dan? Ja, dat kwam eigenlijk sinds nu 3 jaar, vier jaar. Dat ik bij de loterij zat en daar echt het marketingvak heb mogen leren. Ja. En daar wel tot constatering kwam van ja, als ik wat meer wil met mijn kennis en me ook verder wil blijven ontwikkelen als marketeer. Ja, dan moet ik me wel gaan oriënteren op andere bedrijven. Dus eigenlijk was het kiemetje was niet zozeer van verdienvermogen of vrijheid, maar was veel meer van hey, als ik me wil verbeteren in het vak, dan moet ik niet bij één merk zitten, maar dan moet ik breder kijken dan dat. Ja, dus veel meer in diverse keukens kijken. Ja, ja, precies. Bedrijfsculturen proeven. Elk bedrijf denkt weer anders, heeft weer andere doelstellingen. En dat was voor mij wel echt een trigger, omdat ik wel merkte dat ik niet iemand ben die constant hetzelfde kunstje moet doen. Ja. En dat triggerde mij wel. Ja. En ik heb veel met vrienden gesproken ook. Ja. Ja, die ook uit het wereldje komen. Ja, oké, dat ben je toen gaan doen. Ja. Die al aan het freelancen waren ja. ook. Ja. Wat waren dan de vragen die je stelde? Ja, hoe is dat? Hoe is het acclimatiseren binnen zo'n organisatie? Dat je natuurlijk binnenkomt met een bepaalde verwachtingspatroon. En vaak zit je misschien een half jaar, misschien max een jaar of drie maanden ergens en ben je weer weg. Ja, hoe voelt dat? Hoe is dat? En natuurlijk is het gunstig bij bijkomstigheid dat je ook veel meer zelf kan indelen wat je wil gaan doen en hoe je met je tijd omgaat. Ja. En dat was voor mij ook wel echt een belangrijk iets, omdat ik ben vader van 3 kinderen. Ja, en voor mij staat familie echt wel voorop. Mm-hmm. Oké, okay. Dus ja. Die vrijheid om zeg maar privé en werk beter te kunnen mixen. En wat was dan het moment dat je zei, en nu maak ik de knip en nu doe ik de stap bij, toen gaan we eerst een opdracht gescoord of heb je eerst de baan opgezegd? Nee, ik heb eerst een baan opgezegd, maar dat kon ook gelukkig, privé gezien. Mijn vriendin die is ook freelancer, aha. Maar die zal 2 jaar eerder gaan freelancen dan ik. Dus de privé situatie zorgde er ook wel voor dat haar opdrachten wel dusdanig zeker waren dat het nu voor mij de kans was om deze stap te gaan maken. Want ik had wel zoiets van ja, als het moet, dan moet het nu. Ja. Vanwege leeftijd en privébalans. Ja. Nu is de kans om het te gaan doen. En ben je toen meteen bij SMG aangesloten of eerst zelf? Ja. Nee, ik ben eigenlijk heel snel bij SMG aangesloten. Waarom? Dolf die benaderde mij. Dus Dolf Kost, een van de oprichters. Die benaderde mij via LinkedIn met de vraag om eens een keer een koproefje te gaan doen. Want hij zag dat ik op mijn LinkedIn profiel had aangegeven dat ik beschikbaar was als freelance marketeer. Ja. En toen heeft hij mij eigenlijk gedurende een kop koffie zijn hele verhaal verteld en zijn hele idee over het platform. Dat bestond nog helemaal niet zo lang. Hij is voor mij ooit een keer in april 2018 begonnen en wij zaten in september 2018 zaten wij met z'n tweeën aan een kop koffie. Mm-hmm. En ik geloofde heel erg in zijn idee. In zijn idee achter het platform. En ik had op dat moment ook heel erg het idee van ja, niet geschoten is altijd mis. Ik denk dat ik op dit moment alle steuntjes kan gebruiken om te kijken, enerzijds om zo snel mogelijk aan de opdracht te komen. Ja, en om mijn netwerk zo groot mogelijk te maken. Want daarvan was ik erachter gekomen dat dat wel een essentieel iets is om
om een werk te kunnen komen. Ja, precies, precies. En dat heb je in loondienst, bouw je dat natuurlijk minder op. Veel minder. Ja. En ik had natuurlijk best wel al een mooi netwerk opgebouwd vanuit mijn sales tijd. Maar daar zaten niet de juiste personen in die beslissingsbevoegd waren om mensen aan te nemen. En ja, en daarbij dacht ik van ja, het is natuurlijk ook wel een mooi platform om te kijken of ik mijn kennis kan vergroten. Mm. Dus het waren eigenlijk allemaal aspecten van nou, ik geloof wel in datgene wat hij mij nu aanbiedt en waarbij ik zou kunnen aansluiten. En voor duidelijkheid, want we hebben in een eerder gesprek in deze serie die we maken ook met Dolph zelf gesproken. Mm. Dus voor de mensen die zitten te kijken hierboven, dan kun je hem zien. Die is ook vrij duidelijk over de, zeg maar, de zakelijke deal. Wat dacht jij toen hij met kosten kwam? Want je moet een vast bedrag voor groei en kennis en zo volgens mij afdragen. En dan moet je in het begin 15% van je omzet. Ja. Maar dat kan dan wel weer minder worden. Kun je die deal eens uitleggen? En schrok jij toen niet? Had je niet zoiets van, hey, wacht, als ik het zelf doe, dan hou ik 100% van mijn centen. Ja, 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 zeker. Het is altijd even slikken van, oh, oké. Okay. Dat is best wel een significant bedrag wat je zal. Natuurlijk maak je heel snel die rekensom voor jezelf. Ja. Maar ik was wel best wel snel overtuigd van datgene van ja, het kan mij ook heel veel opleveren. En als iemand of iets of een platform iets voor jou doet, vind ik het ook niet meer dan logisch dat je daarvoor betaalt. Maar ik had ook wel heel snel het idee van ja, ik kan hier ook mijn eigen profijt uithalen door te kijken of hoe kan ik hier nou een verdienmodel van maken in plaats van dat ik daar kosten aan ga hebben. Ah, leg uit. Nou ja, dus, het platform stimuleert het ook om bijvoorbeeld mensen aan het platform toe te voegen. Ja, en daar krijg jij dan ook compensatie voor. Aha. Dus om je een voorbeeld te geven, als jij iemand lid maakt van de groep, ja, dan krijg jij 2 euro per gewerkt uur van deze persoon. Krijg jij gewoon ja, linea recta op je bankrekening. Ja, 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 ja. Daar hoef je niks voor te doen. Ja, 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 ja. Nou, er zit ook nog een hele urenconstructie aan vast. Je gaf net aan dat er 15% afdracht is van je uurloon. Dat kan je terugbrengen naar 5%. Dat kan je ook versneld terugbrengen naar 5% door zoveel mogelijk mensen aan te dragen. En de uren die die mensen werken, die gelden ook van jou, gelden ook als jouw uren die jij kan meenemen in het terugbrengen van jouw percentage. Dus je ondernemerschap wordt gestimuleerd, zeg maar. Heel erg, ja. En heeft zich dat bewezen voor jou? Dat heeft zich heel erg bewezen, ja. Ja? Je maakt heel snel de reeks om hoe lang doe ik erover om op die 5% te zitten. Nou, als je in eerste instantie 5% die reeks om maakt, dan ben je daar misschien 3-4 jaar mee bezig. Mm-hmm. Maar ik heb het binnen 1,5 jaar al bewerkstelligd. En ja, is dat gemiddeld of ben jij dan wel een van de helden binnen SMG? Dat durf ik niet heel erg te zeggen. Maar ik denk wel dat ik een van de eerdere ben die op de 5% zit. Ja. Ja, ja. Ja. Hey, en hoe werkt dat samenwerken? Hoe vaak zie jij, want ik weet dat inmiddels SMG volgens mij meer dan 50 mensen al in het netwerk heeft zo'n beetje. Ja. Zie jij die mensen vaak? Hebben jullie meetings? Hoe werkt dat? Nou, ik denk wel dat je ook wel best wel kijkt naar wie binnen jouw vakgebied interessant is om, ja, om mee te sparren. Je gaat aan, ja, 50 mensen. Ja, ik ken ze ook niet alle 50. Nee, precies. Maar ik heb al wel heel veel gebruik gemaakt van mensen binnen het netwerk. Enerzijds om te sparren, als ik vragen heb over opdrachten waar ik zit. Maar ook omdat ik best wel vaak tegen dingen aanloop binnen mijn opdrachten waar ik zelf niet heel veel kennis van heb. Mm. Ja, en dan schakel ik wel iemand in waarvan ik weet die mij daar wel eens een handje bij zou kunnen helpen. Ja, ja. Maar je zoekt wel eerder vakgenoten op. Dus een meer specialisme genoten op dan dat je ja, alles en iedereen binnen de groep. Ja, precies. Alhoewel iedereen natuurlijk wel in een soort van zitten allemaal in de hoek van marketing en sales. Want wat is jouw core expertise nu? Waar profileer jij je nu mee? Ik ben wel echt strategisch ingesteld. Dus ik help bedrijven met het bedenken van een strategie op marketinggebied en hoe dat dan vervolgens ook in de markt te zetten. Ja. En daarbij dan ook de juiste mediastrategie op los te laten. Okay. Maar ook het uitvoerende stukje. Dus word ik ingezet om de spin in het web te zijn, om ervoor te zorgen dat een campagne live kon staan. Okay. Op alle fronten, zowel online als offline. En voor wat voor soort merken heb je dat zo de afgelopen tijd gedaan? Noem er eens een paar. Ja, ik heb voornamelijk voor de wat grotere merken in Nederland gewerkt, ja, op verzekeringsgebied. Dus ik heb voor FBTO heb ik 2 jaar lang mogen freelancen. Daar ben ik voornamelijk bezig geweest met het campagnemanagement en met het toch net die stap daarvoor. Dus het een strategisch stukje op mediagebied uit te denken. Mm-hmm.
En daarna ben ik doorgegaan naar Dela. Ook op verzekeringsvlak, dus uitvaartverzekeringen. En ook daar heb ik me vooral bezig gehouden met een stukje propositieontwikkeling. Dus hoe kunnen we nou de juiste mensen met de juiste boodschap bereiken? Mm. En dat dan vervolgens ook weer in de markt te zetten. En hoe doe jij jouw personal branding, zeg maar? Als jij contact legt met dat soort opdrachtgevers, presenteer jij je dan als soort van member van SMG of als Jasper of allebei? Want hoe percipieert zo'n opdrachtgever dat? Laat ik het anders stellen. Heeft het meerwaarde dat je, zeg maar, lid bent of onderdeel bent van SMG? Nou, het is iets wat ik niet altijd direct noem in mijn gesprekken, omdat ik ga uit van mijn eigen krachten. Maar het is wel iets wat vaak bijvoorbeeld in een laatste gesprek of op de eerste dagen van mijn opdracht wel te sprake komt. Mm-hmm. Dat ik nog toch een netwerk achter me heb zitten waar heel veel kennis zit. Dat ik dat zelf vaak ook wel gebruik om met vraagstukken die voor hun belangrijk zijn ook, die daar te toetsen en te polsen. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar mijn personal branding, ben ik wel iemand die heel erg zijn netwerk warm houdt. En dat vind ik gigantisch belangrijk. Dus al zit ik op opdracht, en ik heb vaak wat langere opdrachten ook gehad nu, is het behouden van mijn warm houden van mijn netwerk mega belangrijk. Mm. Dus ik ben niet iemand die zich heel erg profileert op bijvoorbeeld LinkedIn. Maar ik ben wel iemand die zich heel erg hecht aan het warm houden van mijn relaties. Ja. Ja, en ik ben wie ik ben. Ja. Dat is voor mij ook belangrijk. En ik ben ook in sollicitatiegesprekken ben ik wie ik ben. En ik weet heel goed wat ik kan leveren, wat ik een organisatie kan bieden. Ja, en als de klik er is, dan gaan we mooi samenwerken aan. En als die niet is, dan gaan we verder zoeken. Ja, en zo zit ik heel erg in de wedstrijd. Ja, ja. Ja. Zou je nog terug kunnen naar loondienst? Goeie vraag. Die vraag wordt ook wel vaker gesteld. Ik denk het wel. En ik heb ook altijd gezegd dat ik een unieke kans niet voorbij zou laten gaan. Maar op dit moment in mijn leven zou ik dat niet willen. Want? Nou, ik vind dit een heel prettige manier van werken. Mm-hmm. En wat je noemde net ook al, het financiële aspect is natuurlijk ook wel een interessant aspect wat erbij kan kijken. Mm-hmm. En een stukje vrijheid zorgt er wel voor dat ik dit heel fijn vindt om op deze manier verder te gaan. Ja, precies. Maar ja, ik merk wel dat op den duur wil je ook wel weer verder. En wil je ook een stap maken in je carrière als het gaat om functiemogelijkheden. Ja, grappig. Dus dat is eigenlijk een andere behoefte als die je had aan de vooravond dat je ging freelancen, zeg maar. Ja. Dus het is misschien ook wel voor jou iets wat past in een periode in je leven, zeg maar, het freelancen. Dit past heel goed in deze op dit moment waar ik nu in zit. Ja. Hey, en even last but not least, maar even de centenkwestie, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die nu zitten kijken van, oh, ik wil het misschien ook wel. Wat is je uurtarief? Zeg maar, hoe varieert dat? Ja, die fluctueert tussen de 80 en de 90 à 100 euro. Ja, oké. Okay, een beetje afhankelijk van hoe lang de klus duurt. En, dat en wat ze vragen qua werkinzet en verantwoordelijkheid. En heb jij het als freelancer goed geregeld zelf? In de zin van, heb jij een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Doe jij iets met pensioen of zo? Vroeger. Goeie vraag. Ja. Ik heb het op sommige vlakken goed geregeld. De twee zaken die je nu noemt, voornamelijk arbeidsongeschiktheid, die heb ik niet. Moet ik wel echt gaan doen. Ik word er ook wel vaak weer op gewezen van, zorg ervoor dat het gewoon dat je dat hebt geregeld. Mm-hmm. En er zijn ook hele mooie initiatieven voor freelancers om dat, een soort broodfonds, om dat te regelen. Of AAW Profs, of iets dergelijks. Ja. Dus toevallig kwam het laatst ook weer te sprake aan de keukentafel van, dat moeten we regelen. Mijn vrouw heeft het ook niet. En pensioen, daar zit ik op een hele andere manier in. Ik geloof niet in het huidige Nederlands pensioenstelsel, dus ik ben daar heel erg mee bezig om dat gewoon goed voor mezelf te regelen. Dus dat is wel iets waar ik echt wel actief mee bezig ben. Ja. Interessant. Ja. Mag ik je danken voor je verhaal? Tuurlijk, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En als je naar de podcast hebt zitten luisteren, dankjewel voor het luisteren naar weer een video uit de serie De Zelfstandig Ondernemer, die ik samen maak met Sales Marketing Group. En denk je nou, interessant onderwerp, dat freelancen en ZZP'en. En ik wil misschien ook wel zelfstandig gaan ondernemen. We hebben een hele playlist op ons YouTube-kanaal met meer gesprekken zoals deze in de serie De Zelfstandig Ondernemer. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.
Thank you.